Update over het gezonken vrachtschip dat zaterdag tegen de stuw Borg Haren op de Maas bij Maastricht is gevaren. Er wordt sinds zaterdag met man en macht gewerkt om het vrachtschip in de stuw bij Borg Haren te kunnen bergen. Woensdagochtend 16 oktober is men gestart met het verwijderen van de luiken van het schip. In de uren daarna is een pomp ingezet om de laatste resten zand uit het schip weg te werken. Rond 4 uur zijn de trekkabels meerdere keren op spanning gebracht om te testen of er op een redelijk soepele manier beweging in het schip te krijgen is. Aangezien dat nog steeds niet het geval was, werd om 5 uur vanochtend besloten om het zand dat waarschijnlijk weggezakt is in de voorzijde van het schip nog verder weg te halen. Nu de stuw bij Borg -Haren door de aanvaring met het vrachtschip niet normaal gebruikt kan worden, wordt er een breuksteendam gebouwd direct aan de achterzijde van de stuw Borg -Haren. Deze breuksteendam functioneert dan als extra waterkering. Zo kan men ervoor zorgen dat het waterpeil niet te veel daalt. Dit is een aanvulling op de al functionerende tijdelijke kering bij de overlaatdam Bosserveld. Het landelijk programma Doortrappen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat helpt ouderen om bewust te maken hoe ze langer en veiliger kunnen fietsen. Het motto is: niet afstappen, maar doortrappen. Limburgse gemeenten kunnen met steun van de provincie Limburg en het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Limburg ook in 2025 tot en met 2027 dit project uitvoeren. Zo willen ze samen fietsongevallen voorkomen bij ouderen en zorgen dat zij langer fit en mobiel blijven. Gedeputeerde Jasper Kunstelaars zegt veel ouderen fietsen graag maar ze zijn kwetsbaar in het verkeer. Het aantal fietsongevallen bij ouderen neemt al jaren toe. Na een ongeval durven veel ouderen niet meer te fietsen. Dit heeft een grote invloed op hun gezondheid en sociaal leven. Gemeenten organiseren samen met lokale partijen, zoals onder andere oudere verenigingen en Veilig Verkeer Nederland, bijeenkomsten, e-bike trainingen en groepsfietstochten. De provincie Limburg heeft nieuwe regels ingevoerd om volksculturele tradities en evenementen in Limburg te ondersteunen. Dit betekent dat grote evenementen zoals een aantal specifieke carnavalsfeesten, liedjeswedstrijden en culturele festivals extra steun kunnen krijgen. Het doel van deze regels is het behouden van deze waardevolle Limburgse tradities en het promoten van de Limburgse cultuur om het erfgoed voor iedereen, zowel binnen als buiten de provincie, toegankelijk te maken. Hierdoor kunnen belangrijke tradities zoals de heiligdomsvaart in Maastricht en Susteren, het wereldmuziekconcours, het WMC in Kerkrade, de passiespelen in Tegelen en het draaksteken in Bezel blijven bestaan. Sommige van deze evenementen vinden pas in 2026 of later plaats, maar organisatoren kunnen nu al een aanvraag doen. Dit geeft de aanvragers de tijd om zich goed voor te bereiden, al dus gedebuteerde Jasper kunstelaars. Ook grotere culturele festivals in Limburg, die minimaal 2500 bezoekers trekken, krijgen met deze nieuwe regels de kans op subsidie. Deze festivals kunnen steun aanvragen om zo nog meer mensen te bereiken en laten zien hoe rijk onze cultuur is. Dankzij deze subsidie kunnen ze toegankelijk blijven voor iedereen. Binnenkort kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden over de aanvraagprocedure op de website van de provincie Limburg. Geboortecentrum Zuiderland en Schunk Bibliotheek starten een samenwerking om taalproblemen vroegtijdig te herkennen en gezinnen een kansrijkere start te geven. Door de kennis over geboortezorg in Zuiderland te combineren met de kennis van Schunk over taalontwikkeling, kunnen de twee nog meer doen voor gezinnen in Zuid-Limburg. Een belangrijk aspect binnen het maatwerk dat geleverd wordt is preventie. Preventie is één van onze speerpunten. Door vroegtijdig in te zetten op preventie maatregelen op het gebied van onder meer voeding, levensstijl en nu ook taal, kunnen de toekomstige kansen van gezinnen aanzienlijk verbeteren, legt Josta uit. Vooral in de regio Zuid-Limburg, waar de laaggeletterheidscijfers hoog zijn. De provincie Limburg steunt drie organisaties die jongeren helpen om mee te praten over belangrijke onderwerpen. De Vereniging Nationale Jeugdraad, BNN Vara en Stichting MEP Limburg krijgen zij samen bijna 141.000 euro voor jeugddebatten en andere projecten in 2024 en de jaren daarna. Het doel is om jongeren te helpen hun stem te laten horen in maatschappelijke en politieke kwesties. Zo vinden ze het belangrijk dat jongeren meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Het provinciebestuur wil jongeren actief betrekken bij de samenleving en het beleid van de provincie. Door deel te nemen aan debatten en projecten krijgen jongeren de kans om hun mening te uiten, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en kennis te maken met de politiek. Op 16 oktober krijgen 50 jongeren uit heel Limburg de kans om in het gouvernement mee te doen met het provinciaal jeugddebat. Hier leren ze debatteren over actuele provinciale onderwerpen samen met statenleden en onder begeleiding van experts. Op 18 februari 2025 organiseert BNN Vara de Limburgse editie van Op Weg naar het Lagerhuis. Tijdens dit evenement debatteren jongeren over maatschappelijke vraagstukken en presenteren ze hun ideeën aan provinciale beleidsmakers. Dit project draagt bij aan hun politieke bewustwording en participatie. Het derde project is grensoverstrijgend. Het brengt jongeren uit Limburg en België samen om hen te leren over Europese politiek en hen te laten deelnemen aan simulaties en internationale conferenties. Hierdoor vergroten zij hun kennis over Europa en ontwikkelen ze belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken en debatteren. Nu alle betrokken opdrachtgevers hebben ingestemd, heeft NS de definitieve overdracht van haar dochteronderneming Abellio Duitsland aan BNEX afgerond en daarmee is de verkoop definitief. De beslissing om Abellio te verkopen komt voort uit de strategie om buitenlandse activiteiten te beëindigen, om ons zo te richten op de kernactiviteiten binnen Nederland. Al dus Angelique Machielse, financieel directeur bij NS. NS blijft wel actief met verbindingen voor reizigers die tussen Nederland en het buitenland willen reizen, met bestemmingen als Berlijn, Brussel, Parijs en Londen. Toen NS zo'n twintig jaar geleden zijn eerste schreden over de grens zette, was het uitgangspunt dat men zich wilde voorbereiden op de veranderende Europese spoormarkt. De laatste jaren is die noodzaak weggevallen en hebben we onze activiteiten opnieuw overwogen. Dit waren weer de actualiteiten van BIOS, de streekomroep voor ons allemaal.